Nee, ik ga het niet hebben over George en Jimmy. Echt niet. Helemaal niet. Die helemaal niks. Jullie kunnen het waarschijnlijk niet zien, hoop ik. Maar het zweet druipt me van mijn voorhoofd af. Ik sta hier. Ik heb gelukkig vocht bij me. Want anders is het niet vol te houden. Zeker niet nog eens met een paar lampen erbij. Ik had eigenlijk gewoon buiten moeten gaan zitten. Waarschijnlijk was dat een hele lekkere plek geweest om dit stripvlog te doen. Maar ja, hier sta ik dan. En ja, ik bedacht me even bij de voorbereiding dat het 40 jaar geleden is dat Robert van der Croft de tekenaar werd van George en Jimmy. En dat is toch wel bijzonder. Dat is een reden voor een feestje, zou ik zeggen. En George en Jimmy bestaan natuurlijk al veel langer. Die zijn al ergens in de 1900s is dat figuur ontstaan. Via wat omwegen vanuit Amerika naar Nederland gekomen. Wat naamsveranderingen gekregen totdat die uiteindelijk George heette, dat jongetje. Later kwam er een kameraad bij, Jimmy. Ook in Nederland zijn er verschillende andere tekenaars van geweest. Tot uiteindelijk in 1975 Robert van der Croft tekenaar werd van George en Jimmy. En hij uiteindelijk het figuur gemaakt heeft tot het, ik zou bijna zeggen, iconische figuur in de Nederlandse stripgeschiedenis. Die zo'n stempel heeft gedrukt op een heel aantal zaken. Heel belangrijk is geweest, ook voor het blad Eppo. Wat ben ik nou aan het doen? Nou sta ik hier nog de hele geschiedenis van George en Jimmy te vertellen. Terwijl ik net zei dat ik het er niet over ga hebben. Eigenlijk ontkom je er niet aan. Want ik ga het hebben over een stripfiguur. Wat gewoon een hele nauwe band heeft met George en Jimmy. En dat is namelijk het figuur Claire. Want, en dan ga ik toch weer even die tijdlijn erbij halen. Dat is wel even interessant om te zien. Van 1975 tot en met 2003 hebben de Wiroja's George en Jimmy gemaakt. De Wiroja's. Nou, als je dat niks zegt, dan zou ik bijna zeggen, ga maar een andere video kijken. Nee, tuurlijk niet. De Wiroja's. Wilbert Pleinaar, Robert van der Croft, Jan van Die. Dat zijn de Wiroja's. Robert van der Croft is de tekenaar. En Wilbert Pleinaar en Jan van Die zijn de scenaristen. Zij hebben heel wat jaren samengewerkt aan de George en Jimmy verhalen. Maar in 1987, eind 1987, gebeurt er een toevallige gebeurtenis. Meestal, hè, een gebeurtenis gebeurt. De Wiroja's gaan op bezoek bij de hoofdredactie van het blad Flair. Flair, oh wacht even, maar dat is toch een damesblad? Meidenblad? Ja, inderdaad. Nou ja, ik heb het nog nooit gelezen, maar ik ken natuurlijk wel de voorkant. Wat er op dat moment gebeurt is heel interessant. Want de zoon van de hoofdredacteur blijkt een hele grote fan te zijn van George en Jimmy. En de hoofdredacteur die vond dat eigenlijk ook wel een idee om een stripverhaaltje in de Flair te gaan plaatsen. Nou ja, en dan heb je een striptekenaar, een scenarist op bezoek. Ja, dan 1 en 1 is 2, de link is snel gelegd. En er werd gevraagd of de Wiroja's een strip wilden gaan maken voor de Flair. Nou, dan krijg je, en dat is even het interessante. Kijk, toen ze aan George en Jimmy begonnen ze aan een bestaand figuur. Nu gaan ze over naar een nieuw figuur. Dus dat geeft ze wat meer creatieve vrijheid. Maar ja, hoe ga je zo'n figuur noemen? Nou, dat was natuurlijk een hele tour. Ik dacht bij mezelf van, nou ja, Claire, Flair, dat rijmt. Dus daar zal de naam al vandaan gekomen zijn. Nou, zo makkelijk was het dus niet. Men wilde een naam die paste bij het blad. Maar het blad werd in meerdere talen uitgegeven. En men wilde een naam die in het Engels, Frans en Nederlands hetzelfde was. Nou, uiteindelijk, na lang zoeken, kwam men op twee namen uit, Claire en Robin. Ja, welke van de twee wordt het? Nou, op dat moment, echt toeval, ik weet het allemaal niet hoor, maar op dat moment klinkt er een liedje op de radio van Gilbert O'Sullivan. Claire! Nou ja, en vanaf dat moment was natuurlijk de keus gevallen, hè, heel snel. En van daaruit werd het Claire. Claire kreeg ook nog wat vriendinnen. Jup, een workaholic, hè, echt zo'n beetje een rijker uitziend type. En Briggs, dat is echt eentje die een beetje tegenovergestelde is. Vrij depressief vaak. Altijd op zoek naar een baantje. Maar ondanks dat, met z'n drieën kunnen ze het goed met elkaar vinden. Dan hebben we ook nog Pimmetje, de kat. Die ook zo nu en dan even zijn opwachting maakt en ook even zijn eigen dingetje doet in de strips. Nou ja, ik ben een kattenliefhebber, dus ik vind dat al ontzettend leuk.
En dan hebben we natuurlijk ook nog even de love interest. In dit geval voornamelijk van Claire. Dat is Ricky, een donkere bokser. Die ook een hele belangrijke rol in de verhalen speelt. Ik ga natuurlijk niet een stripvlog over een stripfiguur houden zonder dat ik een album ervan heb. Dit heb ik. De manier waarop ik aan dit album ben gekomen is ook wel even leuk om te vertellen. Eerder dit jaar was ik op Dutch Comic Con. En terwijl ik daar rondliep, kwam ik aan een van de tafels waar verschillende tekenaars zaten. Zat daar ineens Robert van der Croft. En ik had ineens iets van, wauw, de man van George & Jimmy, geweldig. Dus ik heb een praatje met hem gemaakt, ontzettend leuk. Hij had alleen helaas geen George & Jimmy boeken. En ik had zoiets van, ja, Claire, dat is toch niet helemaal mijn ding. Dus ik ben weggegaan. Later dacht ik van, oh, dat is dom. Want hier heb ik de gelegenheid om, ja, een van mijn striphelden een album te laten signeren. En signeren betekent ook heel vaak een tekeningetje erin maken. Dus ik dacht bij mezelf van, oeh, dat is echt dom. Ja, mocht ik een herkansing krijgen, dan moet ik dat goed maken. Nou, die herkansing die kwam op het Stripgidsfestival in Turnhout, want ook daar was Robert van der Croft weer aanwezig. Nou, toen dacht ik van, dan gaan we ook maar aan de Claire beginnen. Want ik kon al vanaf de cover zien, en ik kende natuurlijk al wel eens wat dingetjes van Claire. Ik wist wel dat de stijl, de tekenstijl, eigenlijk vergelijkbaar was met de tekenstijl van George & Jimmy. Dus ik had zoiets van, nou, dat zit dan wel goed. Dus ik heb willekeurig het album Meiden met Ballen uitgekozen. En ook voornamelijk omdat ik de kleur groen wel leuk vond. Ja, waarom kies je een album uit, hè? Nou, uiteraard ben ik ontzettend verguld met een prachtige tekening van Robert van der Croft erin. Met Pimmetje erbij. Hé, dat wist hij niet. Heeft hij Pimmetje erbij gezet? Nou, daar ben ik natuurlijk ontzettend blij mee. Ja, en ik ben gaan lezen en ik moet zeggen, ik heb echt genoten van de verhalen. Waarom? Je moet je natuurlijk voorstellen, het is een strip die in de eerste instantie geplaatst wordt in de Flair. Dat is een damesblad. Dat betekent wel dat de lezers daar wel een bepaalde band mee moeten hebben. Dus ze moeten zich qua onderwerpen waar het over gaat wel een beetje mee kunnen vereenzelvigen. Dat ze denken van, oké, we snappen een beetje waar het over gaat. Dus het gaat over relaties, het gaat ook wel over eten, het gaat ook wel over make-up, het gaat over baantjes. Allerlei zaken, bezoek naar de supermarkt en alle strubbelingen die dat met zich meebrengt. Vooral hè, als je met je vriendje naar de supermarkt gaat en alle andere dames hebben meer aandacht voor je vriendje. Nou, dat soort zaken komen hier allemaal in naar voren. De vraag is dan natuurlijk even van, ga ik dit als, laat ik het stoere maar even weglaten, als jongen ga ik dit lezen? Is dit niet echt voor meiden, voor vrouwen bedoeld? Nee. Ik heb er absoluut van kunnen genieten. Ik vond het ontzettend leuk om te lezen. Leuke verhalen. Ja, de personages vind ik natuurlijk geweldig. De tekenstijl vind ik natuurlijk gewoon geweldig. En laat ik dan meteen maar even dit zien. Het soms even wat pikanter. Hè? Wat getekend bloot erin. Dat is ook de hele sfeer die ik proef uit de verhalen van George & Jimmy. Ook die waren soms wat op het randje. Hè? Een beetje stoer ook. Die sfeer weten ze ook heel goed in de Claire weer neer te zetten. Ik moet elke keer als ik Claire zie, moet ik gewoon denken aan Sally van George & Jimmy. Het zijn twee verschillende types uiteraard. Ik bedoel, Sally heeft zwart haar. Claire heeft rood haar, oranje haar. Hè? Dus het zijn verschillende types. Maar de sfeer uit de albums, en dat komt gewoon door de mensen die het gemaakt hebben, die vind ik gewoon toch hetzelfde aanvoelen. En daarom vind ik het ontzettend leuk om dit album te lezen. Ik heb het ook echt met veel plezier gedaan. En ik weet niet of Claire als strip nog steeds doorloopt. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel, want ik zeg al, ja, ontzettend leuk om te lezen. Niet alleen voor dames, maar absoluut ook voor mannen. En ik zeg al, ik vind het ontzettend knap dat de Wiroja's, hoewel ze helaas sinds 2001 niet meer de Wiroja's zijn. In 2001 is Wilbert Pleinaar gestopt ermee. Evert Gerards is daarvoor in de plaats gekomen. En ik moet zeggen, ze weten nog steeds, hè, in die tijd, vanaf 2001 tot en met 2014, weten ze nog steeds leuke verhalen, leuke grappen neer te zetten, leuke situaties te bedenken. Dus wat dat betreft blijft het mooi doorlopen. En ik hoop inderdaad dat het nog door blijft lopen, zodat we in ieder geval kunnen genieten van die prachtige tekenstijl, van die leuke grappen die we hier in de Claire vinden. De Claire uit Flair. Of Flair's Claire. Ja, het is Flair's Claire. Ja, nou ja, zo heb je wat tongbrekers erbij zitten. Dat was het. Dat was wat ik even wilde vertellen. Heb ik eindelijk een keer de gelegenheid gehad om het eens over Robert van der Croft te hebben. Ik zocht er al heel lang naar. Kijk, ik had natuurlijk naar de stripwinkel kunnen gaan, George & Jimmy album kunnen kopen en hier gaan staan en dat album. Maar
Dit heeft dan toch iets meer gevoelswaarde voor hem, omdat ik deze gekocht heb op de beurs bij Robert van der Croft zelf, tekeningetje erbij. Toen dacht ik, ja, dan vind ik het toch leuk om daar even wat aandacht aan te besteden. En voor de jongens die denken van, nou, Sjors en Jimmy vind ik geweldig, maar Claire, nee, meisjesachtig. Dan zou ik zeggen, joh, ga gewoon lezen, want ze zijn ontzettend leuk. Daar laat ik het bij. Nou ja, dat is weer een vlog geweest, weer een stripalbum en ik heb er nog genoeg. Waaronder deze hier zo, die je hier al de hele tijd hebt zien staan. Zeker een album waar ik het ook nog over ga hebben. En nog allerlei andere stripalbums, want ik kom regelmatig bij stripwinkel Eppo in Eindhoven. En daar ga ik regelmatig weer eens snuffelen en haal ik wat dingetjes. Ik ben er pas nog geweest. Ik heb weer een heleboel leuke stripalbums meegenomen. Ook een aantal gloedje nieuwe en een aantal hele gave die ik ook met jullie ga delen. Maar zo nu en dan is het ook wel eens leuk om eens naar een wat ouder stripalbum te kijken. Vind je dat leuk? Hou je van strips? Vind je het leuk om daar wat meer over te horen? Dan zou ik zeggen, abonneer je op mijn kanaal. Dat is het enige advies wat ik je kan geven. En voor de rest ga ik zeggen, bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.